ik ben Aaron Sprengers. Ik doe een graduaat programmeren aan de Hogeschool van Thomas More. En ja, ik ben van België en ik ben 25 jaar. Ik heb gekozen voor regina. Ik wou liever naar Ierland gaan, maar vanwege dat dat niet ging en ik nogal laks ben qua werken om mijn eigen stageplek te krijgen, heb ik dus gekozen voor hetgene dat ze mij aanbeveelden. Bevolen, en ik heb er niet echt spijt van, want ja, het is hier best wel goed. De ervaring hier is redelijk goed, voor mij in ieder geval toch. Ik heb veel leuk werk gekregen. Ik ben er heel blij mee omdat ik gekozen heb voor iets dat ik mij persoonlijk ook zelf richt, dus games maken. En daarbij hebben ze mij heel goed geholpen qua mentors. Mijn mentor bijvoorbeeld zit redelijk dicht op de bal en laat mij elke dag een log schrijven, waardoor ik heel goed weet wat ik niet goed doe, wat ik wel goed doe. En feedback is dus enorm goed. Het goede weer, want in België hebben we matig weer en hier is het heel leuk om het goede weer te hebben. Natuurlijk ook de cultuur dat je hier kunt bekijken, zoals de kerken en natuurlijk hier ziet, maar dat valt nogal mee omdat wij in de COVID-tijd zaten en dus hier heel veel paden zijn geweest. In het begin toch niet. Wijs is redelijk handig, Italiaans spreken kan ook, maar in principe voor mij was het niet per se nodig. De meeste mensen spreken hier niet zo goed Engels, maar het is wel te verstaan. Er zijn ook Belgen, ik noem geen namen, die ook niet zo goed Engels spreken. En ja, dat is dus in principe niet nodig. Voor de rest, wat ook nuttig is om hier te blijven, is natuurlijk tonen dat je je best doet en willen werken voor de mensen. Want het zijn hier allemaal toffe mensen en als je laat zien dat je je beste beentje voorzet, dan is iedereen er heel content mee en gaat een aangename tijd tegemoet.